Het lijkt wel een oude film of automuseum. Deze loods in Dordrecht, vol oldtimers. Dit is een van de oudste, een Simplex uit 1908. En die auto die zou van het Koninklijk Huis in Engeland geweest moeten zijn. De 230 auto's waren van een verzamelaar die er ruim 40 jaar over heeft gedaan om alles bij elkaar te krijgen. En wat hij ermee deed? Ik denk niks. Ik denk een beetje klooien, een beetje afstoffen, een beetje, of weet ik veel, misschien een voorzietje verwisselen. Bijna niemand wist van de auto's af, omdat hij bang was dat er dan dieven zouden komen. Kort geleden kon deze man de hele verzameling overkopen. Ik wist niet wat ik zag. Dit in Nederland. 230 auto's in Nederland. En nu gaat hij ze allemaal doorverkopen in de hoop er geld aan te verdienen. Oldtimers zijn auto's die minstens 40 jaar geleden al op de weg reden. Ze worden nu niet meer in de fabriek gemaakt en zijn daardoor steeds zeldzamer. En dat maakt ze veel geld waard. De duurste oldtimer ooit was deze. Verkocht voor wel 135 miljoen euro. Dit is een klapstuk van de veiling. Voor deze auto hoopt de verkoper het meest te krijgen. 600.000 euro. Hoeveel hij voor alle auto's kan krijgen, wil hij niet zeggen. Maar waarschijnlijk gaat het om miljoenen euro's. Tja, en dat betalen autoliefhebbers dus niet omdat deze auto's zo hard kunnen rijden. Maar vooral omdat ze de oude auto's mooi vinden. En misschien omdat ze in de toekomst nog meer geld waard worden.